Goedendag, ik zit hier met Duncan. En zo meteen gaan we het even hebben over de stappen die hij gezet heeft. Een jongen uit 23, uit Wetteren, die ik het voorbije half jaar heb mogen begeleiden. En waar ik toch echt wel super blij mee ben met de stappen die we kunnen hebben zetten. En vooral om te zien hoeveel vooruitgang dat er is geweest bij hem op toch wel enkele maanden tijd. Van iemand die toch wel worstelde met zichzelf een beetje, ook met zijn gamegedrag natuurlijk. School, werk dat wat moeilijk liep, dat ook gestopt was. Ook de relatie thuis met zijn moeder, hij woont samen met zijn moeder, was ook lastig om te zeggen. En dat is toch heel wat geëvolueerd op een half jaar tijd. Dus super dat je erbij bent, Duncan, en dat je daar even anderen in wilt inspireren en jouw verhaal wilt delen. Dat is heel graag gedaan. Ja. Ik denk inderdaad ook dat ik mooie stappen heb gezet voor bij een maand. Dat ik gegroeid ben op verschillende vlakken. Dus toch niet te danken. Super, fijn om te horen. Ik ben ook heel benieuwd voordat we zo heel ver gaan naar hoe dat nu is. Zou je even kunnen omschrijven hoe dat de situatie was voordat we eigenlijk starten thuis? Ja. Ik was net mijn werk verloren eigenlijk, of toen een aantal maanden. Dat kwam eigenlijk voornamelijk omdat ik tot uren in de nacht zat te gamen. Daardoor had ik heel weinig slaap en verliep mijn job als support ook een pak moeilijker. Ik was ook verschillende keren te laat en daardoor was ik dus ontslagen. Op dat moment was ik zo'n beetje half en half aan het zoeken naar werk. Nog niet met de nodige motivatie eigenlijk. Ik gamede eigenlijk een beetje van alles, voornamelijk shooters, Counter-Strike, ook Battle Royales en dan andere single-player games. Ja. En dus je had je werkje verloren en hoe was je motivatie op dat moment of attitude, zeg maar? Goh ja, ik deed niet veel naast eten, slapen en gamen. Ik nam weinig initiatief ook zelf. Zo was een beetje de situatie op dat moment thuis. En natuurlijk ook met corona. Heel erg thuis zitten en weinig doen. En wat voor impact had dat op de relatie met je moeder? Dat was moeilijk. Zij vond natuurlijk dat ik wel meer kon doen, bijvoorbeeld in het huishouden, of voor het huishouden, zoals eens naar de winkel gaan, of de vaatwas legen. Het zijn simpele zaken, maar als ik erop terugkijk, maar uiteindelijk toch nodig voor de alledaagse dingen die moeten gebeuren. Ja. Ik heb eens een keer teruggekeken naar de mail die ik toen ontvangen heb. Want uw moeder had contact met ons opgenomen. En ze had dan ook naar u die test, geloof ik, doorgestuurd. Ja, klopt. Ja. En ik had begrepen dat dat wel ook wel geholpen heeft, hè, voor u om dan uiteindelijk, ik denk dat u dan samen die stappen gezet hebben om naar hier te komen. Ja, inderdaad. Ik had een Skype-call ook gedaan, een videogesprek. En toen stond ik er nog ontzettend weigerachtig tegenover. En eigenlijk nog de eerste paar sessies ook. Maar inderdaad, na een tijd heb ik wel gemerkt dat het beter ging. Wat is er bij jou veranderd dat je zegt van hey, de eerste paar sessies toch nog een beetje weigerachtig? Wat is dan voor jou beginnen veranderen? Dat je zei van oké, dit is eigenlijk wel, want uiteindelijk hebben we toch een half jaar lang heel wat gesprekken gehad. Ik denk dat het eigenlijk kleine momenten waren overdag, terwijl ik niet aan het gamen was, dat ik dacht van, ik ben nu toch eigenlijk een pak gelukkiger dan toen ik was een aantal maanden geleden, of een aantal maanden ervoor. Vaak als je veel gamet en je bent dan even niet aan het gamen, dan heb je een soort van schuldgevoel van, eigenlijk had ik die uren dat ik nu heb gegamed veel beter kunnen spenderen aan
productieve zaken? Zij het werk zoeken op dat moment, zij het ja, helpen in het huishouden, sporten bijvoorbeeld. En het was eigenlijk tijdens die momenten dat ik zoiets had van ja, ik ben eigenlijk toch een pak gelukkiger. Ik voel mij beter in mijn vel. Nu dat ik al die zaken doe en minder een schuldgevoel overhoud aan het feit dat ik net 6 uur gegamed heb of zo. Dus je begon eigenlijk het verschil te voelen bij jezelf, ook meer, dat je misschien ook meer voldoening haalde uit de activiteiten die we dan begonnen op te sommen en zo, en aan te werken. Ja. Ja. Hoe was het op sociaal vlak? Ja, ik denk dat we elke week wel wat een doel hadden gesteld. Dat vond ik ook iets heel goed. En een van die doelen was sporten. En op een bepaald moment had ik 2 van mijn vrienden overhaald om 3 keer in de week te beginnen gaan lopen. Dan hebben we dan op basis van een loopschema ja, eigenlijk beginnen lopen samen en zo beginnen opbouwen. Dat was natuurlijk ook weer een grote stap en een waar ik ook veel voldoening uit kreeg. Ja. Uiteindelijk heb je daar ook een soort van routine van gemaakt, hè? Dan met die basket en zo, dat je dan op wekelijkse Klopt. basis. Nu zijn we dan net ook overgestapt op basket. En is dat nu zo elke zondag dat we met een klein ploegje eigenlijk samen trainen. Een vriend van mij heeft vroeger op vrij hoog niveau gebasket. En is dan mee moeten stoppen vanwege een blessure. En nu heeft hij zo'n beetje zijn eigen clubje opgericht waarbij we altijd samenkomen en samen oefeningen doen en een echte training eigenlijk hebben. Oké. Okay. Een van de zaken waar we ook rond werkten was initiatief nemen. Hoe heb je dat ervaren? Ik denk dat er inderdaad ook wel meer momenten waren dat ik dacht van ik heb een idee en ik ga het uitvoeren. Vaak daarvoor was het eerder van ik heb een idee en het blijft op papier staan of op een of andere notepad. Inderdaad, ja. Bijvoorbeeld als hij het is, dat was een moment dat we op café konden gaan. Dat bijvoorbeeld is doen. Ja, en dat je ook, als ik me niet vergis, dan in het begin was het ook heel passief. Ja. Je had een heel afwachtende houding tegenover Ja. anderen, tegenover jezelf, hè, tegenover van alles eigenlijk. En ik vond het wel fijn om te zien dat je na verloop van tijd ook meer en meer zelf zaken ondernam. Zelfs soms dingen die we zelfs niet eens hadden afgesproken, maar we zeiden van ja, Matjes, ik heb nu dat afgesproken en ik heb nu van het weekend nog met wat vrienden afgesproken. Eigenlijk allemaal van die dingen die eigenlijk nooit bonus, laten we het zo zeggen, waren. Ja. En dat vond ik wel mooi om te zien. Je was er ook altijd heel aanwezig. In de gesprekken heb ik gemerkt, met je notitieboekjes en zo. Dus dat is ook altijd heel fijn om te zien dat je echt ermee aan de slag wou gaan. Ja, Was klopt. er zo een aantal zaken die... sorry, ik had het al gebroken. Wat zijn zo een aantal zaken die je geleerd hebt tijdens de gesprekken die we gedaan hebben en de dingen die je genoteerd hebt die je zijn bijgebleven? Zo. Veel zaken eigenlijk. Bedoel je meer algemeen of meer specifieke zaken die ik nu meer doe? Kies maar. Ja. Ik denk bijvoorbeeld, inderdaad, de band met mijn moeder was niet zo top, om het zo te zeggen. Toen we aan de slag gingen. Maar ik had me dan voorgesteld om met HelloFresh te beginnen. Dus waarbij we eigenlijk recepten bestellen samen met ingrediënten. En dan werd het zo wat een gewoonte dat mijn mama en ik 3 keer in de week eigenlijk samen kookten. Doen we nu nog steeds. En dat is wel eigenlijk een leuk bonding moment. Dus dat is zo een van de zaken dat veranderd is. Een andere zaak is mijn slaapschema. Waar ik ook eigenlijk eerst heel weigerachtig tegenover stond. Zoiets had van, ja, ik ga echt niet veel vroeger gaan slapen dan ik nu al aan het doen ben. Maar dat is van, ja, moet ik gaan zeggen, op een bepaald moment vorig jaar ging ik om 3, 4 uur 's nachts telkens gaan slapen. En dan is dat toch veranderd naar een slaapritme waarbij ik eigenlijk om 11 uur de scherm uitleg. Dus zowel mijn computer als mijn gsm. En
Dan ja, maak ik me klaar voor mijn bed. Dan lees ik nog een half uurtje. En om 12 uur ga ik eigenlijk doe ik mijn ogen toe. Om het zo te zeggen. En dat is nu zo het weekritme geworden. En ja, daarom merk ik ook wel meer dat ik ja, me beter voel gewoon. Een vast aantal uren slaap, hetzelfde. En ook, ja, moet ik gaan zeggen, niet te laat gaan slapen, niet te laat opstaan. Dat het op hetzelfde uur is, is wel aangenaam die structuur te hebben. Dus ja, slaapschema was zeker ook een groot voordeel. Dat was ook iets dat mij was een beetje, dat was mij wat uitdaging, hè? Dat was vaak mij zo soms twee stappen vooruit, één stap achteruit. Soms in het weekend dat soms nog wat moeilijk was, zo van die zaken. Ja. Wat heeft jou uiteindelijk dan toch doen, ja, toch zeggen van oké, ik ga echt daarmee verder aan de slag gaan om toch dat dag en nacht een beetje terug op orde te gaan krijgen en zo. Hoe heb je dat dan aangepakt? Ja, ik denk ook als ik dan eens in het weekend bijvoorbeeld even die regel niet volgde in het begin, dat ik toen ook wel gewoon merkte dat ik veel meer moe was, veel minder ja, lust had eigenlijk om zaken te doen, minder motivatie. Ja, dat is een beetje zich heeft omgezet naar, ja, moet ik gaan zeggen, wel motivatie hebben om vroeg te gaan slapen. Ja. Een van de zaken waar we het nog niet over gehad hebben, is waar we ook rond gewerkt hebben, is werk. We zijn toen begonnen met solliciteren. Jij bent zo beginnen solliciteren uiteindelijk. En je hebt dan na een tijdje werk gevonden, ook terug in de support ergens. Kan je daar wat over vertellen? In het begin, of eigenlijk ja, doorheen het hele traject, hadden we telkens wekelijkse doelen, wat ik heel goed vond. En ja, op een bepaald moment had ik voor mezelf de uitdaging gesteld, ik ga elke dag een sollicitatie invullen. Of elke dag drie zelfs. Maar hebben we dan ingezien eigenlijk dat het niet zo realistisch was, of dat toch niet lukte. Dat vond ik ook wel een mooie, dat we toen inzagen van, als je doelen stelt, probeer die te halen, maar maak ook dat ze realistisch zijn. Een beetje het evenwicht daartussen vond ik wel mooi. Maar ja, de solliciteren was een van die doelen. En dan ja, heb ik eigenlijk verschillende recruitmentbureaus gecontacteerd. Ja, mijn LinkedIn-profiel geüpdate en alle zaken die daarbij horen, mijn CV en zo verder. En dan ja, inderdaad, op een bepaald moment, na x aantal weken, ben ik dan gecontacteerd geweest op LinkedIn door een bedrijf dat op zoek was naar een support persoon. En ja, na één Skype-gesprek was ik aangenomen. Dus dat was heel fijn. En toen was het ook wel handig om dat, ja, al dat slaapritme eigenlijk al te hebben. Die slaap, ja, die structuur eigenlijk, 's nachts. Want ja, als ik toen nog misschien om 4 uur 's nachts telkens was gaan slapen en opeens moest ik om 8 uur 's ochtends eruit, ja, dat ging niet gewerkt hebben. Dus ik was wel blij dat slaapschema er was. Ja, dus omdat ik werk heb. Ja, mooi. Want ik weet dat dat wel iets is dat we ontwijken rond dat dag-nachtritme zelfs. Want dat is toch iets dat ik vaak hoor bij gasten, hè, van ja, maar ja, waarom moet ik opstaan? Ik heb toch geen werk morgen. Hè? Dus dat is zo die mentaliteit van, is soms nog wel aanwezig van ja, maar ik heb, hè, wat heeft de zin van vroeger te gaan slapen en vroeger op te staan? Er is toch niks morgen te doen en zo. Herken je dat al? Ja, zeker. Ja, inderdaad ook dat ik tot de middag sliep of zo. En dat ik zelfs van ja, ik ga toch niks doen in de voormiddag. Ik ga toch mijn ja, dag niet indelen of plannen maken of zo. En dat is nu eigenlijk wel serieus veranderd ook. Ja, ik denk bijvoorbeeld ook aan onlangs over het initiatief nemen dan. Onlangs dacht ik eraan van ja, we hebben een garage die staat vrij vol met zaken die naar het containerpark moeten. Wel kom ik ga er eens werk van maken om allemaal zaken in de auto in te laden. En dan is ook ja, de dag erna naar het containerpark te gaan en alles mooi ja, te sorteren daar eigenlijk. Gewoon het feit al dat ik dat
initiatief zelf had genomen, ja, dit wel deugd. Het is vrij simpel, maar toch. Dat is leuk, hè? En om duur, hoe meer je dat doet, hoe makkelijker dat wordt ook, hè? Dat soort zaken. Dus de dag en nacht ritme, dat was al dan aan het verbeteren. Je had het wel nog soms moeilijk met zo echt op tijd met werk beginnen en soms ook geconcentreerd tijdens een dag te werken, want ja, je zat ook thuis voor een groter stuk, natuurlijk door de hele situatie met de lockdown. Dat je van thuis uit werkte. Er waren momenten dat er soms terug even wat afleiding was overdag, maar dat is dan ook gebeterd. Ja. Ja. Hoe heb je dat aangepakt of was je daar dan? Wel ja, het was zo. Ik had mijn werkruimte was ook een beetje mijn gameruimte. Dus ik zit in mijn kamer. Ik heb hier een gaming desktop naast mij. En eigenlijk een tafeltje ernaast met mijn werklaptop. En het was natuurlijk heel verleidelijk om gewoon even mijn stoel te draaien en te beginnen gamen of YouTube-filmpjes te kijken of eender wat. Omdat ik op dat moment even het werk, moet ik dan zeggen, een te grote opdracht vond of zo, een te grote uitdaging. Op die manier dacht ik van ja, ik ga eventjes ontsnappen. Maar dat is dan eigenlijk gebeterd door mijn werklaptop te verplaatsen naar beneden, naar de livingtafel. Als ik daar werkte, dan één, zat ik niet vlak naast mijn gaming desktop. En twee, had ik eigenlijk een soort van sociale controle van mijn mama. Die passeerde en die soms eens meekeek. Of die mij ook dan hoorde effectief teamviewersessies doen, bijvoorbeeld met klanten. Dus eigenlijk die verandering van ruimte heeft volgens mij nog het meest geholpen. Ja. Dat je duidelijk in je hoofd had van hé, hier is mijn werkruimte en hier is mijn ontspanningsruimte. Eigenlijk. Dat dat meer onderscheiden werd. Inderdaad. Over die kamer gesproken, ik weet dat ook een van de punten dat we een tijdje rondwerkten was de properheid van de kamer. En dat er dan zelfs van die plakkaatjes gehangen werden naar buiten en zo. Hoe was dat? Of hoe was je daar gegaan? Kan je daar wat over vertellen? Ja, die hangen nog steeds. Nog steeds eigenlijk een mooie reminder. Het was zo als ik eten of drinken meenam naar mijn kamer, voornamelijk dan blikjes of zo, of flesjes, dan bleef die hier maar staan, ondanks dat ik wel eigenlijk een vuilbak heb op mijn kamer. Maar ja, het kwam er eigenlijk gewoon niet van om die eens allemaal samen te rapen en effectief in de vuilnisbak beneden te doen dan. Dus het stapelde zich zo wat op. En op dat moment had ik zo wat de gewoonte gecreëerd om zo één keer om de 2, 3 weken alles van de grond en vanaf de tafels op te ruimen. En dan heb ik ook wel ingezien dat dat niet echt een goede manier was om zo lang in mijn vuil te leven. Inderdaad, dan was je afgekomen met het idee om plakkaatjes eigenlijk in de hal te hangen. Als ik eigenlijk mijn deur open doe, dat ik direct een bord, een brief zie met daarop wat ga je meenemen en een aantal flessen en een vuilbak-icoontje. En dan is het van, oké, ik moet nog iets meenemen. En dan kijk ik eens rond en zie ik nog een bordje liggen nu. Dan neem ik het mee. Het is veel, moet ik zeggen, consequenter geworden dat ik zaken meeneem en een opruim eigenlijk gewoon in het algemeen. In plaats van dat ik dat opstapelen en om de aantal weken eens doe. En tegelijkertijd ook gewoon een proper ruimte is gewoon aangenamer om in te leven. Dat heb ik ook gewoon gemerkt. Ja, dat heeft sowieso een impact op alles, hè? Hoe dat je voelt en hoe dat je gedraagt enzovoort. Maar inderdaad, dat was wel een werkpunt. En ook vooral, je zag toch heel veel, je merk hè, bij toch personen die daarmee het moeilijk hebben, is dat wordt, hè, die kamer die begint dan echt zo vuiler en vuiler te worden. En tegelijk, om eraan te beginnen werken, ja, dat wordt dan op den duur wordt dat echt zo groter en groter. Dat je dat begint uit te stellen, hè? Van zoveel dat er moet opgeruimd worden. En het belangrijke daar was om er eigenlijk een soort van gewoonte van te maken, dat
In plaats van te wachten tot dat weer zo'n ganse berg is en dat dan uit te stellen en wachten tot, dat, tot er zoveel dan gezaagd werd, zeg maar, van buitenaf om daaraan te werken. Om dat gewoon elke keer dat je die kamer verlaat, een soort van klik, een soort van routine van te maken van ietsje mee te nemen. En als je dat elke dag doet, dan wordt dat nooit zo'n grote berg en dan is dat veel gemakkelijker en veel behapzamer om te doen. En dan blijft het ook proper, grotendeels. Ja. En die reminders die helpen om daar constant mee bezig te zijn. Ja, elke keer dat je de kamer verlaat. Ja, ja, niet klopt. Ja. Mooi. Ben je aan het kijken wat je nog gezien hebt? Ah ja, en er was ook een... we hebben ook een boek besproken. En je hebt zelfs ook mijn eigen... Dus mijn boek Game Over, die hier staat, heb je gelezen. Ja. Nu, dat was al wat later. Daarvoor had ik een boek aangeraden van De Verslaving Voorbij, van Jan Geurts. Ja, klopt. Je hebt dat toen gelezen. Dat is een boek die ik wel vaak aanraad bij de gamers waar ik mee werk. Hoe heb je dat toen ervaren? Wat heb je daaruit gehaald toen? Het was een... De Verslaving Voorbij is een boek dat over... Dat een beetje... het uitzicht geeft dat elke verslaving op dezelfde manier opgelost kan worden en ook een beetje op dezelfde manier ineen zit. En wat ik voornamelijk had uitgehaald is dat er een soort van vicieuze cirkel is. Dus je hebt een bepaald roesmiddel, zij het gamen, zij het drugs, zij het drank of zo. Als je dat gaat nemen, voel je jezelf eventjes eigenlijk goed. Maar achteraf heb je zo wat een schuldgevoel van ik heb net toch weer zoveel uren besteed aan iets dat eigenlijk niet productief is en mij op een of andere manier verhindert om productief te zijn bijvoorbeeld. Of om blij te zijn in het algemeen. En dat schuldgevoel, ja, uiteindelijk wil je dan daarvan ontsnappen. Je voelt je dan slecht. En op die manier was het een beetje een vicieuze cirkel. Ja, heel interessant boek. Ja, wow. Ik vind het altijd interessant, omdat hij ook inderdaad goed uitlegt over die verslaving, hè, die vicieuze cirkel. Ik heb er zelf ook wel wat uit gehaald. En dan heb je ook mijn boek gelezen. En je gaf de leuke feedback dat het heel vlot leesbaar was. Ja, klopt. En ondanks dat het eigenlijk vooral geschreven is voor ouders, natuurlijk voor iedereen kan het interessant zijn. Hoe vond je dat? Waren daar toevallig dingen die je uitgehaald hebt? Ja, vooral in het begin vond ik het heel goed dat er eigenlijk een soort van inleiding in games was, of tot games. Een beetje de verschillende soorten en systemen die in games zitten. De jongere of de gamer is er heel veel mee bezig, maar ouders weten er vaak eigenlijk weinig van. En men toch een beetje in die wereld te betrekken, kan ook wel leuk zijn voor die gamer om toch een betere band op te bouwen terug tussen ouder en gamer. De verschillende getuigenissen vond ik ook wel goed, die erin zaten. En de tips en tricks van structuur. Vond het een goed boek. Super. Gaat het op dit moment met... Hoe voelt je op dit moment? Ja, goed. En hoe loopt het? Op het werk en in relatie met je moeder en met vrienden? Ik denk dat mijn werk een pak beter gaat dan toen ik nog overdag gamede eigenlijk. Ik heb ook een pak meer voldoening eigenlijk op het einde van de dag. Want toch, als ik dan mijn werk had en ik gamede nog overdag, tijdens mijn werkuren eigenlijk, dan had ik er wel achteraf een schuldgevoel van ja, ik heb hier, ja... mensen hun tijd zitten verspillen of zo. Terwijl als ik nu op het einde van de dag of na mijn werkuren eigenlijk terugkijk op mijn dag, dan heb ik meer voldoening en heb ik zoiets van, ik heb net x aantal mensen geholpen en
die mensen zijn blij, dus ik ben blij. Ja, en daarnaast ook ja, de band met mijn moeder. Ik denk dat we ook nu vaak meer zo spontane gesprekken hebben. Gewoon tussendoor als we elkaar eens zien. Wat vroeger waarschijnlijk minder was. Omdat er zoiets van was van, ja, ik heb die drang om terug te gaan gamen, terug naar mijn kamer te gaan. Dan is het vaker eens zo, ja, dat we ergens over praten. Natuurlijk, die HelloFresh momenten helpen daar ook nog steeds bij. Ik denk dat, als ik er van kan tussenkomen, dus ik denk ook dat een van de opmerkingen die ik soms kreeg van uw moeder, was dat ze soms moeilijk met u kon praten, omdat je dan overal rondliep met je gsm in je handen. En niet, net nooit aanspreekbaar was. Ja, klopt. Ja, nee, omdat dat was een spel van het Hearthstone. Dat ik vrij veel speelde op de gsm. En ja, als ik dan eens van boven kwam, van achter mijn gamingcomputer, dan had ik soms iets van, ja, ik ga nu eventjes een spelletje Hearthstone spelen. Als ik eigenlijk uit mijn kamer kwam, was ik eigenlijk ook nog aan het gamen. Dat was als ik even, ja, gewoon iets om te eten haalde, of even iets beneden deed. Ja, klopt. Ja, dat was dat zo, en nu is dat niet meer zo. Maar heb ik momenten gevonden waar ik dat wel nog kan doen, maar waar ik dat ook nog ja, momenten vind om te praten met mijn mama tussendoor. Ja. Het makkelijker wegleggen en niet meenemen, zeg maar. Inderdaad, ja. Hoe is het contact met je vrienden vroeger en nu? Ja, ik denk dat, dat ik gewoon socialer ben geworden, iets. In de zin dat ik nu ook meer, zoals bij dat lopen, meer initiatief neem om ze zelf te zien. En zelf die band toch banden te onderhouden. En niet alleen eigenlijk vrienden hebben via games of waar ik mee game, maar ook gewoon maatjes uit ja, de wijk waar ik woon. En ja, ik denk dat dat wel ook positief veranderd is. Je speelde een tijdje ook met het idee van een soort van YouTuber te worden of een streamer of zoiets. Ja. Met YouTube-filmpjes te maken en zo. Ja, klopt. Ja, er was een moment waarop ik dacht om een frag movie te maken van verschillende Counter-Strike. Ja. Hoogtepunten, laat mij zo noemen, te doen. Ik heb er wel werk in gestoken, maar op een bepaald moment ben ik daar mee gestopt. Omdat ik dacht, ja, ik heb andere ambities. En uiteindelijk bleek het niet zo belangrijk eigenlijk, hè? Je zei van ja, ik wil dat wel maken, ik wil dat maken. Om die uur kreeg je zo heel veel materiaal, van videomateriaal en zo, van anderen dan, om dan allemaal te verwerken. Maar ja, daar komt ook wel heel wat bij kijken. Ja. Misschien altijd zo evident. En we zijn dan inderdaad meer gaan focussen op andere dingen eigenlijk. Nog iets dat we waar rond gewerkt hebben naar het einde toe is dating. Ja. Wat kan je daarover vertellen? Ja, goh. De dating apps, Tinder en ja, Tinder had ik eigenlijk vroeger wel al geprobeerd. Maar ik ben dan terug mee beginnen swipen nadat wij het er eens over gehad hadden. Op uw aanraden ben ik ook op Bumble begonnen. Ja, en af en toe swipe ik nog en heb ik eens een leuk gesprek. Er kan al iets uit voortkomen. En daarnaast heb ik me ook ingeschreven voor een speeddate, die nu wel even ik ga zeggen, uitgesteld is. Maar ja, dat is toch wel ja, een doel ook in het leven om een relatie aan te gaan. Ja, en het is een van de dingen die we soms snel over het hoofd zien of ergens niet mee bezig zijn of zo. Maar dat toch wel belangrijk is om ook af en toe wat aandacht in te steken. Ja, toch wel, ja, toch wel ook een deel van het leven is soms, hè. En binnenkort
Ben je ook van plan om op je eigen te gaan wonen? Ja, klopt. Voornamelijk eigenlijk door dat ik heb ingezien van de zaken die ik nu in het huishouden geleerd heb, of die ik nu eigenlijk doe, die ik vroeger niet deed, die ik heb geleerd van mijn mama, heb mij doen inzien dat ik het eigenlijk wel zelf allemaal zou kunnen managen. Nu ook leren koken met HelloFresh. En daarmee ja, heb ik ook meer de motivatie gekregen inderdaad om het gewoon zelf allemaal te doen en zelf een huis te onderhouden, een huishouden. En inderdaad ben al eventjes op zoek naar een appartement om gewoon ja, alleen te gaan wonen en ja, een eigen ding te doen. Ja. Dat was een van de dingen dat we rond gewerkt hebben, dat is die zelfstandigheid. Hè? Van hoe kan ik, wel ja, hoe dat je zelfstandiger kunt worden. Ik weet, op een bepaald moment hebben we zo'n oefening gemaakt, waar dat we dan gingen kijken naar wat zijn de dingen die je al uit jezelf doet. En wat zijn de zaken die momenteel nog, dat je nog niet uit jezelf doet. En dan gaat het over dingen gelijk opstaan, maar ook koken, wassen, voor jezelf zorgen, eten. Werk zoeken, werk vinden, hè, met vrienden afspreken, afspraken maken. En dat we dat allemaal gingen gaan opdelen van wat doen we al zelf, wat doen we nog niet allemaal zelf. En ik denk dat dat wel ook helpt om, dat ook wel geholpen heeft, hè. Ja, zeker. Ja, om het gewoon visueel te hebben, een lijstje van inderdaad, wat doe ik wel. En dan langs de andere kant, allez, langs de ene kant was het waarvoor neem ik al initiatief, en langs de andere kant was het waarvoor moet mijn mama mij nog pushen of mij nog iets van over zeggen van Duncan, de vaatwas zit vol, kan je even legen. En nu is dan net al verschillende zaken dat ik meer initiatief neem. Dat is gewoon zelf doen. Wat zijn zo, we gaan zo meteen afronden. Wat zijn zo de tips die je nog zou willen geven aan andere gamers die misschien in een gelijkaardige situatie zaten als jij? Want zo kom ik er wel regelmatig tegen, hè? Zo 20, 3, 4, 25 jaar. Allee, natuurlijk ook veel jongeren, soms ook wat ouderen. Maar ja, zo gasten die nog al dan niet thuis wonen of op hun eigen wonen, maar soms met werk, zonder werk, maar toch het moeilijk hebben met dat gamen om te gaan en dat dat toch soms ook wel voor problemen zorgt, zeker met dat dag en nacht ritme en zo. Zo. Ja, wat zijn zo de tips die je aan hen zou willen geven? Ja, eerst en vooral inderdaad het dag- en nachtritme. Daar gewoon wat structuur in steken. En ook wat ik ook aan denk is bijvoorbeeld een timer voor jezelf instellen of een soort alarm van als je toch gaat gamen, maak er dan bijvoorbeeld zeg maar iets 2 uur van, maar maak ook dat het dan 2 uur is en niet 2 uur en een half of zo. Een soort van vaste afspraken en als je je daaraan houdt, ga je je ook beter voelen. Ja. Probeer werk en gamen gescheiden te houden. Ja. Mooi. Zijn er nog tips die je hebt? Wat zou je zeggen aan ouders bijvoorbeeld? Want ik weet dat er natuurlijk ook heel wat ouders kijken vaak, of partners van soms zelf. Maar zo aan de omgeving, aan anderen die samenleven met iemand die het misschien wel moeilijk heeft met zijn gamegedrag, wat voor advies zou je aan hen geven? Ik denk, ja, probeer door te zetten om toch uw gamer, moet gaan zeggen, meer in de wereld te brengen en meer zelfstandigheid toe te brengen, meer ja, maar zichzelf ook laat ontplooien. Langs de andere kant ook eens kijken wat er juist zich afspeelt in een game. Als de jongen heel enthousiast is over een bepaalde game, hoe komt dat juist? En toch een beetje aan de ene kant begrip tonen naar de jongen toe van ik vind het leuk dat die game leuk is voor jou. Maar aan de andere kant dan denk ik dat de drempel om bijvoorbeeld zaken in het huishouden te doen, dat die dan ook lager ligt, omdat je dan een lievere band hebt of zo. Ja. Dus werken aan die band, goed te houden, interesse tonen. Ja. En gelijk als het gaat om hulp inschakelen. Ja, Dune, Ja, matchas. oh ja.
Nee, ja. Bij mij was een beetje het probleem dat ik eigenlijk al x aantal jaren bij een psycholoog ging. En ik had hem wel verteld van de gameverslaving die ik had. Maar ik had toch gemerkt dat jij op een aantal maanden tijd meer had verwezenlijkt met mij dan die psycholoog op zoveel jaren tijd. Dus ik denk dat gewoon de specifieke aanpak, dat die gewoon een pak beter werkte dan een soort algemene psycholoog die met andere zaken ook bezig is. Ja, en ja, we begrijpen ook elkaar gewoon goed, hè. En inderdaad, maar inderdaad, ik kom ja, vaak mensen tegen die al op verschillende plaatsen geweest zijn, maar dat inderdaad niet mensen zijn die hier een soort van specialiteit in hebben in dit soort zaken, hè. Of toch met jongens of meisjes die met dit soort uitdagingen worstelen. En dat het vaak wel iets meer een soort van specifieke aanpak vraagt. Ja. Mooi. Ja, het heeft gewerkt. Super, hè? Oké. Duncan, wil je verder nog iets vertellen of delen? Niet dat ik direct nog kan opkomen. Nee. Het was fijn. Ik vond het heel fijn met jou op te werken en te zien de stappen die je gezet hebt. Ik verwacht nog een uitnodiging voor de housewarming party. Later op Oké, het jaar. ça va. Die zal er nog komen. Je eigen stack hebt. Ik zou Ja. zeggen, heel veel succes verder nog. En tot binnenkort, hè. Alright, is goed. Tot de volgende.